Goeiedag en welkom bij het COVID-19-journaal voor vandaag, vrijdag 17 december. De instanties wereldwijd blijven waarschuwen voor het Omicron-variant vanwege de snellere verspreiding van dit virus. Ook de vaccinatiegraad wil in de instanties dat die vlotter verloopt voordat het variant in Suriname komt. Dat het Omicron-variant Suriname zal aandoen is de kans heel groot. Dat zei dokter Javier Assin tijdens de wekelijkse persconferentie. Gelukkig hebben we hem nog niet in Suriname, maar de kans is heel groot dat we hem wel krijgen in Suriname. En daar moeten we wel op anticiperen. Wat we erover weten is in de eerste plaats dat het heel erg besmettelijk is. Het is 2 tot 3 keer zo besmettelijk als de Delta variant. En dat betekent dat in een heel korte tijd heel veel mensen besmet raken en steeds meer mensen. Waardoor je een steile curve hebt van mensen die besmet zijn. En dat is natuurlijk een heel erg groot risico, omdat we een kleine capaciteit hebben in de zorg. En als er heel veel mensen in een heel korte tijd besmet worden en al is het een klein percentage daarvan in het ziekenhuis terechtkomt, dan is de zorg al onder grote druk. Heel belangrijk om te weten is of naast de besmettelijkheid, als je besmet bent, de ziekte ernstig verloopt. En de onderzoeken tot nu toe in Zuid-Afrika zijn daarin wel redelijk geruststellend. Het lijkt niet heel ernstig, maar daar moet ik wel een kanttekening bij plaatsen. Wat we zien is dat het Omicron variant wel een gevaarlijke variant is, dus wel voor ernstige ziekte kan zorgen. Maar in Zuid-Afrika, hoewel ze een lage vaccinatiegraad hebben, zijn er veel mensen besmet geraakt met de Delta variant, waardoor toch een heel groot gedeelte van de bevolking in Zuid-Afrika beschermd is. Ons afweersysteem reageert op een infectie door B- en T-cellen te activeren. B-cellen maken antistoffen aan. T-cellen helpen bij het activeren van B-cellen en kunnen cellen doden die besmet zijn met een virus. Daarnaast zijn de T-cellen de geheugencellen. Ze herkennen een herinfectie, waardoor het afweersysteem sneller kan reageren. Om de T-cel weerstand te hebben, dient men of gevaccineerd te zijn of je moet de infectie reeds gehad hebben. Javier Assin legt ook uit hoe men besmet kan raken met het Omicron variant. Ons immuunsysteem bestaat uit verschillende cellen. En een deel van de cellen die zijn niet bestand tegen, of die bieden onvoldoende weerstand tegen Omicron en daardoor word je besmet. Maar een ander deel, een heel belangrijk deel, de T-cellen, die lijkt dus wel heel erg effectief en die beschermt je dan tegen ernstig ziek worden. En om die T-cel weerstand te hebben, zijn 2 dingen belangrijk. Of je moet gevaccineerd zijn of je moet een infectie gehad hebben. Nou, zijn we vergelijkbaar met Zuid-Afrika? Dat weten we niet. We hebben wel, net als Zuid-Afrika, een lage vaccinatiegraad. Een erg lage vaccinatiegraad met minder dan 40% van de totale bevolking die volledig gevaccineerd is. Maar we weten niet hoeveel mensen uiteindelijk voldoende immuniteit hebben opgebouwd door een infectie. En daarom moeten we toch voorzichtig zijn in Suriname. Zeker ook omdat ons zorgsysteem niet veel aan kan. En ook nog eens heel veel minder aan kan dan in de eerdere golven door de brain drain die we hebben gehad. De ziektes en de uitval van de personen die in volle kracht waren bij de vorige golven. Ja, maar Ingrid, je kan het niet maar kwalijk doen. Ja, niet. Ik zei omdat dit mij twijfel toen. Twijfel voor wat? Twijfel voor wat, man? Ik is verkeerde informatie. Ja, maar dan moest je zoeken juiste informatie toch? Voor pure twijfel, voor pure twijfel wat je got. You know, je moet teken. Look, een belangrijk groep. Een belangrijk groep zou moeten take a vaccinatie. En dem zwanger vrouw. Ja, de vrouw naar de beren, you know. Vooral de zwanger vrouw. Ja. Yeah. Want wat loopt de ziekte? De kan last them. Ja, de, look, de man make alle sani. Yeah. De man creëer alle sani. Voor de vrouw dat ook to rustok. Yeah. Rustok. Go take a vaccine. Yeah. And what you call them? They want walk. The younger. The younger. Yeah. The younger. You know, the younger praxeri, the young. They not can sick, you know. Oh. And that what the praxeri. Speciaal ding wat vaccinatie. Dat wat me bedoel toch. So, you know what we doen? Dem jongeren, de mama en papa moet taak naar dem. Oom, tante, alles maar moet taak naar dem. Omgekeerd, de chillingen moet taak naar de pa naar de mat. Yeah. Voor de juiste informatie. Informatie. Look, buurman. Hey.
Ik denk dat het tangen we denk dat het. Ja. Om metkele kan man. En die man kan denken more. Them people na begrijp, you know this a coffee story man. Our Aaron Stuck story. Op social media zijn er berichten verschenen alsof het AstraZeneca-vaccin je niet beschermt tegen het nieuwe variant, het Omicron-variant. Dr. Javier Asin zegt dat dat een vorm is van misleiding, want na je boostershot met dit vaccin ben je wel goed beschermd. Dat is een misleidende kop boven een bericht waarin staat dat twee doses vaccin van AstraZeneca onvoldoende beschermen tegen besmetting. Maar wat blijkt is dat wanneer je er een derde dosis bij doet, dus de booster, wat wij de booster noemen, dat juist dan wel voldoende bescherming is tegen besmetting. En dat er ook voldoende bescherming is tegen een ernstig ziektebeloop. Dus dat is wel heel belangrijk om mee te nemen. Ook bij Pfizer is het zo dat je van waar voorheen je 80% beschermd was tegen besmetting en ziekte, dat nu gedaald is naar 33%. Maar doe je er een derde dosis bij, dan kom je op 75%. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Dus boosters zijn heel erg belangrijk. Boosters zijn overigens niet iets uitzonderlijks. Dat is iets wat gebruikelijk is. En zeker bij een jong of een virus dat pas bestaat, waarin het lichaam om na de zoveel tijd een oppepper nodig heeft om de weerstand opnieuw op te bouwen tegen een infectie met het echte virus. Het vaccin werkt. Het vaccin is veilig. Het vaccin is goedgekeurd door de WHO en wordt toegepast in elk land. We zitten in een pandemie en wereldwijd zijn er al miljoenen mensen gevaccineerd. Het is volgens onze volksgezondheidsminister een bewezen feit dat het vaccin het aantal besmettingen en het aantal doden omlaag heeft gebracht. Zoals in onze vorige uitzendingen hebben de instanties steeds weer aangegeven dat niemand verplicht wordt zich te laten vaccineren. Het is jouw keuze om het te nemen of niet. De minister van Volksgezondheid, Amar Ramadan, zegt ook het besluit van de mensen die niet willen vaccineren te respecteren. Wel zullen we niet schromen de juiste informatie naar de gemeenschap toe te brengen over de veilige werking van het vaccin. Hij betreurt het dat als wat hij noemt de Google-deskundigen die via hostwebsites verkeerde informatie delen met de gemeenschap, terwijl er officiële bronnen zijn waar je de juiste informatie... Er is een pandemie, het vaccin beschermt, het vaccin is een tool om infecties omlaag te brengen. Het vaccin is een tool om het aantal doden en ernstig zieken omlaag te brengen. Het is gewoon een bewezen feit. Het vaccin is veilig. Het vaccin is goedgekeurd door de Wereldgezondheidsorganisatie en wordt toegepast in haast elk land in de wereld. Er zijn al miljarden vaccinsdoses toegediend. Natuurlijk, zoals bij elk medicament, zijn er ook bijwerkingen. Er zijn ook mensen overleden als gevolg van die bijwerkingen. Maar er zijn veel meer mensen overleden als gevolg van COVID-19. Dat zeggen de mensen die het vaccin niet willen. Niet alle mensen, maar ik bedoel de mensen die echt antivaxxers zijn. Dat zegt men niet. Waar zouden we vandaag de dag zijn met onze kinderpopulatie in de wereld, als er geen mazelenvaccins waren, als er geen poliovaccins waren, als er geen gele koortsvaccins waren, of tetanus. Een simpele spijkerverwonding, verroes, kan u al verlamd maken. Maar het is het vaccin welke dat voorkomt. Het gaat niet over dood of leven, het gaat over de kwaliteit van het leven. Dus wij hebben genoeg argumenten aangedragen in de afgelopen periode. En ik ben het oneens met de stelling dat er geen informatie is. Er is genoeg informatie. Als er informatie is, zijn er twee mensen, een zender en een ontvanger. De mensen die zijn gaan vaccineren hebben de boodschap begrepen. Hebben de boodschap ontvangen. Ik weet 100% ook zeker dat de mensen die het vaccin niet willen, de boodschap ook hebben ontvangen. Maar het niet willen begrijpen of het niet bereid zijn te willen luisteren naar die boodschap. Omdat er mensen zijn die aan de andere kant ook pushen met informatie van hoax-websites, die Google-deskundigen, die online-deskundigen, die dus eigenlijk zaken daar aangeven die bezijdens de waarheid zijn. Dus
de mensen die willen. En ik wil dit voorbeeld van het niet willen accepteren van een vaccin vergelijken. Kijk, als er een gegronde reden is, iemand bijvoorbeeld met onderliggende ziekte of een ernstige gevoeligheid voor bijwerkingen of allergieën, dan kan ik het begrijpen. Dan nog zou ik zeggen, ga met je specialist of je arts in overleg. En kijk dat je voor jou een aparte voorziening getroffen wordt, dat je onder gecontroleerde omstandigheden het vaccin kan krijgen. Snap je? Met een alvast wat voorbereidingen en mensen die ready staan om iets te doen als het noodzakelijk is dat je allergie kreeg. Dat hebben we ook gedaan bij onze vaccinatiecampagne. Van mensen met bekende allergieën of bij de eerste dosis een allergie, dat de tweede dosis dan onder een professionele, gecontroleerde omstandigheid is. Dat je gelijk medicamenten kan indienen, toedienen voor allergieaanvallen. Maar als er geen gegronde reden is, en het blijft bij fabels, het blijft bij allerlei argumenten die het accepteren van een vaccin tegenwerken, dan wil ik het graag vergelijken met het feit dat als wij bijvoorbeeld zouden zeggen, u weet dat 's avonds rijden met koplampen verplicht is. Niet alleen verplicht, het is ook raadzaam. Want ik bedoel, je gaat niet 's avonds rijden zonder koplampen. 1. Het staat in de wet. Je bent verplicht. 2. Je moet kunnen zien als je rijdt. Want als je in een donkere straat rijdt zonder licht, dan moet je zien. En je moet ook gezien worden. Want anders rijdt iemand je aan. Maar wat als nu de helft van de samenleving zou zeggen, ik doe mijn koplampen niet aan. Het is mijn eigen wil. Het is mijn besluit. Ik beslis, ik ben geen schaap. Ik doe niet mee met die hele activiteit. Ook al staat het in de wet, het is niet alleen met mijn grondwettelijke rechten. Ik heb een vrijheid als mens, ik kan bepalen. Of ze zeggen, ik zie goed. Ik heb geen dingen nodig, geen licht om extra te zien of om beter te zien. Dat is vanuit het egoïsme toch. Want je ziet goed, je bent gezond, om het zo te vergelijken. Dus als ik ziek word, is het toch mijn probleem. Nee, want je kan ook anderen ziek maken. Precies zoals je kan zien, als je niet gezien wordt in het verkeer, kan je ook iemand aanrijden. Of iemand rijdt je aan. Of je zegt, de mensen geven vaak aan. Of die mensen zouden zeggen, ook mensen die met lichtrijden maken aanrijdingen. De meeste aanrijdingen die plaatsvinden zijn met mensen die met koplampen aanrijden. Maar is dat een valide argument om dan te zeggen dat je die lampen eruit doet? Ik denk het niet. Want het gaat om het algemeen veiligheidsbeginsel. En precies zo moet u dit vergelijken met het vaccineren. Het gaat om het algemeen gezondheidsbeginsel. Waarbij we preventie, het is precies die koplamp, is een preventief middel om erger te voorkomen. Precies zoals die toeter. Dus ik wil die vergelijking maken dat het eigenlijk niet zinvol is om deze discussie te voeren over het is mijn grondwettelijk recht. Je leeft niet alleen. Je leeft niet alleen op die wereld. Je leeft in een wereldpopulatie, in een gemeenschap van mensen waar er makkelijk overdracht kan zijn van allerlei ziektekiemen naar elkaar toe. En als je de ene ziektekiem wil beschermd wil zijn tegen ene ziektekiem, kan je laten vaccineren. Zo moet je het zien. Vandaar dat ook toen bij HIV/AIDS, er was geen medicijn nog, er is geen vaccin nog. Maar er zijn wel voorbehoedsmiddelen ontwikkeld. Voor preventie. Die Mohana is te vergelijken met een condoom. Dus zo heb je verschillende manieren van voorkomen. Totdat er een medicijn komt, of een effectief bewezen middel welke voor preventie zorgt, en je gaat dat middel gebruiken. En je merkt ook dat het beschermt. Dus ik roep een oproep aan ieder. Wij zullen vanuit de overheid alles aan doen om die informatievoorziening op maat voor u te brengen. De Mohana-regels mogen niet uit het oog verloren gaan. Hou je nog steeds eraan. Laat je vaccineren zo gauw het nog kan en bescherm daardoor niet alleen jezelf, maar ook je medemens. We gaan eruit voor vandaag. Ik wil u een heel goed en veilig weekend toewensen. We zijn er maandag weer met een andere aflevering van het COVID-19 journaal. Tot dan!